Hi, ik ben Tom de Kok van M&M, maar vroeger was ik Tom de Kok van een grafisch ontwerpbureau dat ik in een vorig leven had. En ik moest ooit, over falen gesproken, een presentatie geven voor een raad van bestuur. Allemaal mannen in een deftig grijs pak, onze belangrijkste klanten. Omdat we een nieuwe website voor hen gingen ontwerpen. En mijn collega die aan mijn laptop zit, met de beamer ernaast, die begint het adres in te tikken waarop we die nieuwe website gezet hadden voor die raad van bestuur, zodat ze het al eens konden zien. En die begint te typen www.a. En ik ben homoseksueel en ik kijk ook wel eens naar porno. En ik was vergeten mijn geschiedenis te wissen. Dus voor een volledige raad van bestuur in Guste van Letters werd daar in die bestuurszaal gebeamd. www.analbuttsluts, analbuttguys, alles wat, je kan het zelf wel verzinnen. Of ook niet. En ik had de reflex van, holy fuck, hier moet ik iets aan doen. En ik sprong voor de projector in een poging om dus de projectie van het scherm weg te krijgen. Van het scherm was die wel weg, maar de analbuttsluts stonden allemaal mooi onder elkaar op mijn t-shirt. Waarop ik dan een sticker heb uitgetrokken, wat heel gênant. Maar we hebben dat contract wel binnengehaald. Dus de heren van de Raad van Bestuur vonden dat falen van mij precies niet zo heel erg. Mm-hmm.